Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local en de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij de boerderij Nieuw Slagmaat om een interview te houden met boer Huub. Nou, begin maar met jezelf voorstellen. Vertel even wie je bent en wat voor bedrijf je hebt. Ja, nou, ik ben Huub van der Woud. Samen met dochter en Jeanette doen we het bedrijf. We hebben het bedrijf Verbreed Agrarisch Bedrijf met fruitteelt, paardenpension. Nou, boerderij, educatie, kiwiteelt, eigen vleesproductie en een boerderijwinkel. En bestuurlijk heel actief geweest en nog steeds. En een van de oprichters ook van Local to Local. Leuk. En waarom werkt u samen met Local to Local? Nou, het is natuurlijk in deze keiharde wereld is het geen kunst om voor een snotprijsje zeg maar je product af te zetten. Dus wat wij denken, en dat is niet voor het eerst dat we dat doen als bedrijf, maar daar zijn we al langer mee bezig. Dat het afzet van producent naar de consument rechtstreeks, zeg maar, zonder weinig tussenschakels. Dat een toegevoegde waarde heeft voor alle partijen. En dan heb je het over kwaliteit, smaak, assortiment, prijs, wellicht ook nog wat. Maar dat vind ik nog niet eens het belangrijkste. En wat daar heel belangrijk bij komt, en dat hebben wij met de educatie en de boerderijwinkel natuurlijk al wat meer in de hand, is dat je ook je afnemer kent. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. En er worden heel veel appels en peren geteeld. Wat is er zo bijzonder aan jullie appels? Het meest bijzondere is dat milieukeur gecertificeerde appels en peren zijn. En verder is natuurlijk de teeltwijze. Dus zeg maar op tijd geplukt, niet te rauw, niet te rijp. En het op die manier rechtstreeks naar de consument afzetten is het meest bijzondere. En dan zou je zeggen van ja, waarom doet een ander dat niet? Nou, dat heeft weer met handel te maken, zeg maar, richting supermarkten. Waarbij je vaak toch ziet dat het eigenlijk wat een rauwer product moet zijn. Ja, waardoor die wel hard is, maar niet echt de smaak heeft zoals het zou moeten zijn. Oké, en wat doet u er allemaal voor zodat u een milieukeurcertificaat heeft? Het meeste zie je onder andere achter je. Een rietkraag langs een sloot. Dat is maar bijzaak, maar het is wel een van de onderdelen. Je hebt het natuurlijk over aangepaste gewasbescherming, dus minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Maar nog veel meer is inzet van natuurlijke producten. En je hoeft ook maar naar voor jou rechts, voor mij links te kijken dat er flinke bloemenranden staan. En dat is enerzijds voor het bevorderen van biodiversiteit, maar anderzijds ook om meer nuttige insecten in en bij je bedrijf te hebben. Waardoor je schadelijke insecten ook veel minder kans geeft om het product te vernielen, weet ik wat. Nou, en de laatste vraag, hoe ziet de toekomst van het telen van het fruit voor u? Voor mijzelf wel positief. Voor de Nederlandse fruit dat is wat lastiger. Maar laat ik het zo zeggen. Je krijgt een wat grotere tweedeling. Enerzijds zeg maar een groep telers die echt voor de wereldmarkt gaat produceren. Dus 30 of 40 hectare conference of 30 of 40 hectare elsa. En je hebt een groep, waartoe wij ook behoren, die wat meer in de nichemarkt gaat zoeken. Dus enerzijds het directe contact, anderzijds meer diversiteit van appelrassen die je hebt. Wij hebben er een stuk of 17 of 18 rassen op het bedrijf staan. Dat is wat anders dan dat je één of twee soorten hebt. Dus die tweedeling die ga je krijgen. En als je, ik denk dat er voor alle twee wel toekomst is. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar heb je ook samenwerkingsverbanden bij nodig en onder andere Local to Local. Want de grotere afzetorganisaties, ja, ik heb er een negatieve ervaring bij. Omdat die voor het grote geld kiezen en niet voor de
zeg maar telers die ook echt bewust met hun product bezig zijn. Dankjewel.